Ben Veldhuis, projectleider Waterschap Vechtstromen. En wat is hier allemaal gebeurd in die, hoe lang? Vorig jaar in het voorjaar maart zijn we echt begonnen met de uitvoering van een project. En er is hier een hele hoop gebeurd. Een aantal dingen zijn weggehaald, een aantal dingen nieuw bijgebouwd. Dingen die zijn blijven bestaan zijn compleet aangepast. En beschikken hier over een complete nieuwe rioolwaterzuiveringinstallatie. Want het was een hele oude rioolwaterzuivering, hè? Ja, het is een van de oudere in ons gebied. In de jaren 50 gebouwd. Voor het laatst in de jaren 80 nog een keer helemaal geüpdate. En het was ook alweer hard nodig dat deze werd aangepast. Hmm. Met name op het gebied van procesautomatisering liep deze zuivering achter. En dat is nu weer helemaal up-to-date. Het bedrijfsgebouw werd nieuw gebouwd, heeft geen gasaansluiting meer. Er staat een warmtepomp. Die haalt zijn buffer ook uit de bestaande nabezinktank. Want dat is een grote tank met een voorraad water die een redelijk constante temperatuur heeft. Dus dat is wel een noviteit hier. Is voorzien van een groen dak. Dat is ook wel mooi. En we hebben hier ook een klein stukje ingevuld met wat overgebleven is met zonnepanelen. Ah. Dat doen we in totaal op 10 zuiveringen uit mijn hoofd. En hier is ook het deel wat is vrijgekomen is ingevuld met zonnepanelen. Nou, wat ik weet voor Visserdijk is het niet dekkend. Maar volgens mij pakken wij hier zo'n rondom 20% wat we daarmee in kunnen vullen voor energie. Hm. En we hebben ook op andere locaties dat we zelfs nog meer produceren dan we zelf gebruiken. Dus dat vind ik ook wel een mooie goede invulling. Ja, nou, het is een mooi karakteristiek gebouw. En voorlopig is bij het waterschap besloten om het gebouw nog te behouden. En te kijken, kunnen we er een nieuwe invulling aan geven. Maakt geen onderdeel meer uit van de zuivering. Want we hebben een compleet mooi nieuw bedrijfsgebouw gebouwd. Maar men is wel nu intern aan het kijken van kunnen die gebouw nog een andere functie geven. En persoonlijk zelf vind ik dat wel een mooie gedachte. Het blijft een mooi karakteristiek gebouw. Ja. Maar dat klopt inderdaad, dat die is blijven behouden. En misschien ook wel even goed om te vertellen dat tijdens de hele verbouw, hetzelfde als bij de aanpassing van de winkel blijft open tijdens de verbouw. Dus we hebben het afvalwater wel gedurende verbouwing gewoon blijven zuiveren. Uiteindelijk, als ik nou kijk hoe de effluent eisen zijn, dat we met stikstof een factor 2 beter doen en met fosfaat zelfs een factor 3. Ja, dat is wel iets waar we als Vechtstroom, als projectteam ook wel trots op zijn. Deze zuivering is uitgelegd op 60.000 inwoners equivalent. Dus kun je vergelijken met de 60.000 inwoners die... Maar er zit natuurlijk ook een stukje bedrijf zit daarbij wat het afvalwater hierin lost. Waar we het water van schoonmaken. We hebben nog een zuivering meer in Almelo, dus Almelo Zumpel. En die is nog een tikkeltje groter. In mijn hoofd heeft die volgens mij iets van 83.000 IE. Wat daar het water gezuiverd wordt van. En hier wordt gezuiverd van Maria Parochie, Habrinkhoek en van deze kern van Almelo. Kunnen jullie zien hoeveel corona er hier in Almelo is? Ik zelf kan het niet zien, maar ik weet wel dat op alle zuiveringen wordt dat gemonitord en geanalyseerd. En aan de hand van het rioolwater is wel te kijken van, is er ergens een toename van coronagevallen of niet. Het is wel een doodvirus, dus het is verder voor ons niet gevaarlijk als beheerders die op de zuivering lopen. Maar het geeft wel een indicatie van hoe de toestand is voor de corona.